We hebben een jaarlijks winterfeest van Brunel. We hebben altijd één event in de zomer en eentje in de winter. Het doel is om eigenlijk alle medewerkers met elkaar in contact te brengen. Dat iedereen elkaar ook leert kennen, dus verschillende business lines bij elkaar. En daardoor in een informele sfeer met elkaar een borrel kan drinken. I think it's a good idea. It's an opportunity for us to meet each other. I think twice a year we can keep our network working. Diversiteit qua eten, qua muziek, qua activiteiten zijn er altijd. Ja, goed, natuurlijk nu de Volvo Ocean Race. Dat is nu het grote punt. We zijn dit jaar weer trotse sponsor, dus ik vind het terecht dat we dan dat ook in het winterfeest terugzien. Iedereen volgt het, iedereen heeft het erover. En om dat dan samen te voegen met het winterfeest, ja, dat is helemaal compleet. Voor de rest is Brunel bezig met high-tech. Een virtual reality experience kan je creëren. Er is hier een heel parcours aangelegd. Voor de rest is er een fotoboot. Allemaal super lekker eten wat uit alle landen vandaan komt waar de Brunel in de Volvo Ocean Race is gestopt. Voor mij was het een leuk moment om gewoon weer even te horen wat er bij iedereen speelt. Fantastisch hoe je zoveel Brunellers in jouw branche tegenkomt. En ik vind het ook wel een leuk moment om samen met collega's het jaar af te sluiten.